zitten allemaal even zijn. We zien Sinterklaas. Hallo, dag allemaal! Nee, Pietje, er staat Fabian ergens. O ja, Fabian de Groot. Laat mij eens even kijken, joh. Sorry hoor, sorry. Fabian de Groot? Nee, niet Fabian van de Groot, Piet. Oh, ik dacht Fabian van de Groot. Nee. Zo vind ik al wel. Een grappige Piet, hè? Kijk, Piet, wat staat hier nou namelijk? Fabian speelt graag met popjes. Oké. Oh, erg die man. Fabian die speelt graag buiten, maar als je buiten speelt, dan ben je ook soms een beetje ondeugend, hè? Zo'n klein beetje, hè? Ja, geef niet door. Dat is ook. Ik voetbal graag buiten. Jij voetbalt graag. Oh. Met mijn zusje. Piet. Ja, dag Sinterklaas. Zeg Piet, die Piet de puzzel toch met die pakken, weet je dan, in Almelo, hè? Ja, Almelo. Maar die tekening van, kijk, die van Navi Walter, zie je dat? Oh, mooi, ja. Die is mooi, hè? En vooral die kleuren ook, zo mooi, hè? En binnen de lijntjes allemaal. Wat was u net aan het doen? Nou, ik was net de tekening aan het kijken van de pietenpakken die zoek waren in Almelo. En er is dus natuurlijk een mooie puzzelwedstrijd. En ik ben net een beetje aan het kijken wat de mooiste is. Maar Piet, die jury, hè, die laten we het uitzoeken. Toch ja, maar, doe maar. Hè, want dit is Sinterklaas, dit is gewoon zoveel. Het is niet te doen voor ons. Er is zo ontzettend veel. Al die tekeningen. En ik moet het boek nog... Maar fijn, tot zover. U bent wel heel druk, hè, Sinterklaas? Deze dagen heel druk, kan ik u wel vertellen. En ja... We hebben geluk dat we hier nog in het huis van Katoen en nu kunnen zijn. Met uitzondering uiteraard voor de bezoeken van de kinderen. Maar heel kort, ja. Die COVID-19 die maakt ons allemaal een beetje van slag, hè Piet? Wat is dat, Sinterklaas? COVID-19? Nou, corona, hè. Nee, ik snap het, Sinterklaas. Ik begrijp van kopzicht. Maar ja, Piet, hè. Maar er zijn hier net al een paar kinderen geweest. Dat klopt. En hoe was het om die kinderen weer te zien? Heerlijkheid, die blije gezichten, dat doet mij zo goed. Om die kinderen, die glimlach weer te zien. Dat ze Sinterklaas in het echt hebben kunnen zien in plaats van op de tv. Ik vind het prachtig dat jij zo goed kan lezen op school. Oh, goed. Ga zo door. Okay. Ga zo door. Dank u. Ja, want jullie hebben... dat is misschien wel een beetje moeilijk voor u allemaal, maar er is echt een heel schema gemaakt om hier te mogen komen, hè? Zeker. Er moesten vergunningen voor worden afgegeven door de burgemeester Arjan Gerrits. Die zit in die veiligheidsregio, weet ik veel. Maakt me ook niet uit. Maar er zijn dus allemaal regels waar wij ons aan moeten houden. En dat doen wij natuurlijk. Goed Piet. Gelukkig, Sinterklaas. Ja, zeker hoor. En dat moet ook wel. Onze peper nog bij ons. Ja, dat is voor de volgende keer, Piet. Oh, voor de volgende keer? Nee, het is voor de volgende groep kinderen, hè? Oh, ik dacht voor volgend jaar, Sinterklaas. Nee, dat kan. Nou, laat u maar zitten, hè? Die Piet, die begrijpt het volgens mij niet altijd allemaal, hè? Ja, het is een beetje. Al die drukte en die stress. Ja, dat kan ik me wel indenken nu, want niet iedereen is zichzelf op dit moment. En dat heeft dan die coronatijd ook weer met zich meegebracht. Ja. Alhoewel, wij trekken ons er niks van aan. Hè. Nee, we hebben genoeg voor vanavond pepernotensoep. Pepernotensoep. Lekker. Ja, Sinterklaas, ik heb gewoon gestoten aan de schoorsteen. Ja, dan moet je ook opletten. Ja, sorry, dat ging gewoon een beetje verkeerd. Je bent zo snel, je moet alles snel natuurlijk. Ja, ik weet het, Sinterklaas, maar het is niet anders. Nee, dat begrijp ik, maar ja, het is niet anders. Het is voor de kinderen, ik denk van, weet wat, ik ben je tempo, maar het ging gewoon... Snap je helemaal, jongen. Ik begrijp het, hè. Maar dankjewel dat ik... Natuurlijk, hè.